Goed, dames en heren. We willen graag weer gaan beginnen. We hopen dat u een goede lunch heeft gehad. Niet te zwaar, want er komt nog een klein stukje interessante informatie naar u toe, wat ook nog wat vertering nodig heeft. Dus we gaan kijken over de leider in jezelf. En daarna gaan we in de workshop dat ook eens even aan de tand voelen, zodat we dus kunnen kijken wat aan leiderschap tevoorschijn kan komen. Jenny van der Tak die gaat ons daarmee helpen en eerst aardige theosofische ideeën geven hoe we daar achter kunnen komen. Jenny. Ja, goedemiddag dames en heren. We hopen dat u heerlijk heeft geluncht en ook al verder heeft nagedacht over de gedachten die we vanmorgen met elkaar hebben besproken. Want voor voedsel en gedachten geldt namelijk hetzelfde. Ze kunnen pas blijvend deel van ons uit gaan maken als wij ze verteren en ze actief een plaats geven binnen ons lichaam of binnen onze denkwereld. Anders zijn het slechts passanten die we morgen weer kwijt zijn. Om de draad van vanmorgen weer op te pakken, willen we een aantal kerngedachten herhalen. We hebben gezien dat leiderschap een eigenschap is van de natuur zelf en overal in de levenspraktijk is terug te vinden. In het grote beeld dat Patricia ons heeft voorgehouden, konden we het mystieke proces zien waarin alles een invloedssfeer heeft, of liever is. De levende onderdelen die zo'n invloedssfeer samenstellen, ontwikkelen zich binnen die invloedssfeer. En op hun beurt zijn al die levende onderdelen zelf weer een invloedssfeer voor de onderdelen waar zij zelf uit zijn opgebouwd. Patricia heeft laten zien dat deze opbouw tot in de grenzeloosheid doorgaat. Denk maar aan het beeld waarin een cel zijn plaats heeft binnen een orgaan. Het orgaan zijn plaats heeft binnen een menselijk lichaam, de mens binnen de aarde en de aarde binnen het zonnestelsel. Er is leven binnen leven binnen leven, zonder begin of einde. Waar het verder ontwikkelde leven steeds leidend is voor het minder ver ontwikkelde leven. En Bouke die heeft ons vervolgens meegenomen naar de menselijke praktijk en heeft ons laten zien dat ware leiders volgens diezelfde natuur werden werken. Zij creëren een omgeving waarbinnen wij ons optimaal kunnen ontwikkelen en stimuleren ons om de onbegrensde mogelijkheden die wij in ons hebben tot uitdrukking te brengen. Wellicht heeft u naar aanleiding van vanmorgen al nagedacht over wat deze visie op leiderschap voor impact heeft als we haar toepassen op ons eigen leven. Hoe wij zelf onze medemens kunnen inspireren door een inspirerende sfeer te scheppen bij het vervullen van de vele verschillende rollen die wij in het dagelijks leven spelen. Hoe wij onze medemensen kunnen stimuleren om het beste in hen tot uitdrukking te brengen en een waardevolle plaats in te nemen in het geheel. Want als wij alle levende onderdelen zijn van het geheel, dan is leiderschap niet voorbehouden aan de presidenten, burgemeesters of leraren van deze aarde. Maar dan hebben we allemaal een taak te vervullen. Voor ons allemaal ligt de uitdaging om een inspirerend leider te zijn voor onze medemens. In deze lezing staan we stil bij de leider in onszelf. Hoe we die kunnen leren herkennen, er in contact mee kunnen staan en hoe wij onszelf kunnen trainen om steeds meer vanuit onze innerlijk leider te gaan leven. Vervolgens maken we de stap van innerlijk leiderschap naar uiterlijk leiderschap en staan we stil bij hoe ware leiders met elkaar samenwerken ten behoeve van de mensheid. En hoe wij zelf kunnen bijdragen aan dat wij de leiders krijgen die de wereld zo hard nodig heeft. Als wij een ware leider willen zijn voor anderen of aansluiting willen vinden bij ware leiders in de wereld, dan moeten we allereerst de leider in onszelf ontdekken. Om onszelf te leren kennen, gebruiken we als hulpmiddel de schematische indeling van de mens, zoals die in vele religies en filosofieën is terug te vinden.
In het christendom bijvoorbeeld wordt de mens wel ingedeeld in geest, ziel en lichaam. Vanuit de theosofie gebruiken wij liever de termen onvergankelijk deel, lerend deel en vergankelijk deel. Dit schema is niet alleen toe te passen op de mens, maar op elk levend wezen. Zoals het in de kosmos, in het groot werkt, zo werkt het ook in de mens, in het klein. Het axioma, zo boven, zo beneden, waarover Patricia sprak, is ook hier van toepassing. Om het universele beeld van vanmorgen vast te houden, kijken we eerst naar de straal, die vanuit het universum door alle kosmische gebieden heen stroomt en geen begin en einde kent. Met ons mystieke oog kunnen we zien hoe het grenzeloze leven door alle hiërarchieën van de kosmos stroomt en dus ook door ons mensen. In ons diepste wezen zijn we die stroom. Als mens kunnen we maar een klein gedeelte van die oneindige stroom waarnemen. De drie cirkels vormen samen de mens en geven het bewustzijnsbereik van de mens weer. Denk maar terug aan de zaklamp die maar een klein deel van een oneindig grote kamer belicht. De bovenste cirkel is ons onvergankelijke deel, ons mystieke deel, dat voortvloeit uit het grenzeloze. Het is het universele deel in ons, dat wat ieder van ons in zijn essentie is en dat de eenheid en verbondenheid van al het leven beseft. Als wij hier ik tegen zeggen, ons hiermee vereenzelvigen, dan vloeit de inspiratie van het hart van het universum ongehinderd in ons eigen hart. Het onvergankelijke deel is de ware leider in onszelf en vormt de basis om een waar leider te kunnen zijn voor anderen. Als we dit beseffen, dan zijn we ons bewust dat wij een kind van de sterren zijn. Ons bewustzijnsbereik is dan zo groot als het hele universum. Dan gaan we eerst naar de onderste cirkel op het schema, van waaruit het leven weer verder doorstroomt naar hiërarchieën die voorbij de grens van ons waarnemingsvermogen ligt. Het vergankelijke deel bestaat uit vele wezens, zoals cellen en atomen, die binnen onze invloedssfeer hun bestaan hebben en ons lichaam vormen. Ons vergankelijke deel is opgebouwd uit aardse elementen en wordt daardoor ook wel het kind van de aarde genoemd. Dan tot slot het lerende deel. Dat is waar we ons over het algemeen mee identificeren, waar we ik tegen zeggen. Het lerende deel leeft binnen de sfeer van het onvergankelijke deel en bepaalt de sfeer voor het vergankelijke deel dat zijn lichaam vormt. Het karakter van het lerende deel is heel divers en kan erg fluctueren. Het kan zich richten op de onvergankelijke universele principes in de natuur, die boven zijn persoonlijkheid uitstijgen, maar kan zich ook op zichzelf en op het tijdelijke en vergankelijke richten. Het leeft dan in de illusie van afgescheidenheid en raakt verstrikt in het doolhof waarover Patricia sprak. Tegelijkertijd heeft het net als al het andere leven alle mogelijkheden in zich om zich weer van de eenheid en verbondenheid van al het leven bewust te worden. Ons lerende deel wordt ook wel het kind van de zon genoemd, omdat wij met ons lerende deel de potentie hebben om ons bewust te zijn van het hele zonnestelsel. Wij staan in deze lezing stil bij het lerende deel, dat zich gedurende vele levens verder ontwikkelt en levenslessen leert. Het gaat steeds meer begrijpen van de mystieke achtergrond van het leven en dat wij onderdeel uitmaken van een groter geheel. Het krijgt inzicht in hoe de natuurwetten het leven begeleiden en welke functie wij zelf te vervullen hebben en samen met al het overige leven harmonieus te ontwikkelen en te groeien. Sommige mensen hebben van nature deze bovenpersoonlijke gerichtheid. Dit omdat ze in voorgaande levens al meer inzicht hebben opgebouwd in hun onvergankelijke natuur. Ze brengen de tijdloze, universele eigenschappen die zij in voorgaande levens tot deel van hun karakter hebben gemaakt, elk volgend leven opnieuw tot uitdrukking en ontwikkelen die gedurende het leven weer verder.
Zij zijn de natuurlijke leiders voor hun medemensen. Samengevat zien we in dit schema dus dat ieder deel van ons een invloedssfeer is, waarbinnen het lagere deel zich ontwikkelt. De karakteristiek van het onvergankelijke deel is het ervaren van eenheid. En de invloed die ervan uitgaat is die van inspiratie. Daarbinnen ontwikkelen wij ons als lerend deel. En het lerende deel is op zijn beurt weer een invloedssfeer waarin het vergankelijke deel zich ontwikkelt. Als wij rustig zijn, is ons lichaam ook ontspannen. Nervositeit leidt tot een hele andere lichamelijke reactie. Het lerende deel bepaalt dus of we meeresoneren op de stroom van inspiratie vanuit het universum en of we die stroom doorsluizen naar hiërarchieën onder ons. Als u het interessant vindt om het lerende deel van uzelf beter te begrijpen en te leren kennen en u zelfbewust richting wilt kunnen geven aan haar karakteristiek, dan raad ik u van harte de cursus Anders Denken aan, die in oktober weer begint. Nu we weten hoe wij als mens zijn opgebouwd en hoe de inspiratie door ons heen stroomt, kunnen we stilstaan bij de verschillende manieren waarop we aansluiting kunnen vinden bij die stroom. Want die inspiratie is er altijd en het is aan ons als lerend deel of wij die al dan niet ervaren en doorgeven. Wanneer we ons blijvend richten en verbinden met ons onvergankelijke deel en in overeenstemming daarmee in de wereld leven, dan spreken we onze spirituele of geestelijke wil aan. Wij zijn ons dan ten volle bewust van de achterliggende eenheid van al het leven. Wij ervaren dat al het leven dat wij om ons heen waarnemen, alle mensen, dieren en al het overige leven, in het hart van hun hart uit dezelfde bron voortkomen. Er is in dit besef geen verschil meer tussen jezelf en de ander. Alles is één. Als we vanuit dit geestelijke deel in onszelf leven, dan vloeit de inspiratie vanuit het hart van het universum rechtstreeks in ons hart. Het resoneert met elkaar, omdat het dezelfde karakteristiek heeft. Vanuit de ervaring van de essentiële eenheid en verbondenheid van al het leven ontwikkelen we de aspiratie om onze medemensen te helpen op hun evolutionaire tocht, zodat zij zelf ook die eenheid zullen beseffen. Het is een onvoorwaardelijke liefde en dienstbaarheid voor al wat leeft. De wensen en verlangens van het lerende deel worden daarbij volledig terzijde gesteld. Zo kan de stroom van inspiratie ongehinderd doorstromen en daarbij al het overige leven inspireren. Het is ware onzelfzuchtigheid die voortkomt uit het oprechte en sterke verlangen om te leven vanuit ons onvergankelijke deel. Hoewel het moeilijk is om dit proces van inspiratie in woorden uit te drukken, zal het voor onze medemensen die zelf al iets van die grootsheid van karakter hebben ontwikkelen, direct opvallen. Het is bijvoorbeeld bekend dat het aanwezig zijn in de nabijheid van inspirerende leiders, zoals de Dalai Lama, of Gandhi, Havel of mevrouw Blavatsky, vaak een blijvende inspirerende indruk op hen achterlaat. Een indruk die zij hun hele leven met zich meedragen en die hun de inspiratie, kracht en moed geeft om zelf vanuit hun hoogste ideaal te leven, ook al zijn de omstandigheden nog zo moeilijk. Een andere manier om aansluiting te hebben met ons onvergankelijke deel is via de intuïtie. Want ook als wij de eenheid en verbondenheid van al het leven niet continu beseffen, wij kunnen haar wel intuïtief ervaren. Als wij ons onzelfzuchtig en gefocust naar binnen richten, naar ons onvergankelijke deel, dan zien wij de samenhang van het leven en kunnen we tot de kern doordringen. Wij zien de dieperliggende verbanden die er zijn en welke cyclussen van oorzaak en gevolg tot een bepaalde situatie hebben geleid en hoe deze weer in harmonie kan worden gebracht. De mate waarin iemand zijn intuïtie heeft ontwikkeld, verschilt enorm van persoon tot persoon. Voor de een is het een vaag maar krachtig innerlijk weten dat iets op een bepaalde manier moet worden aangepakt. De ander krijgt een flits,
een heldere visie op een onderwerp waar hij al langere tijd over heeft gepeinsd. Terwijl weer een ander een blijvend heldere samenhangend beeld voor ogen kan halen, waarin al het leven zijn plaats heeft. De universele toetssteen voor intuïtie is dat deze altijd een universeel, bovenpersoonlijk en onzelfzuchtig karakter heeft en altijd in lijn is met de ontwikkeling van al het overige leven. Het komt immers uit het onvergankelijke deel en heeft daardoor diezelfde karakteristiek. Het is dus nooit zelfzuchtig en heeft geen persoonlijke voorkeur of afkeur. Dat is wel het geval bij het gevoel, dat vaak ten onrechte voor intuïtie wordt aangezien. De intuïtie onderscheidt zich van het gevoel doordat een intuïtie intellectueel kan worden onderbouwd en een gevoel niet. Vanuit intuïtie wordt dieper gekeken, waardoor tot een nieuwe, completere zienswijze en benaderingswijze kan worden gekomen. Een andere manier om ons af te stemmen op ons onvergankelijke deel is om voor onszelf een ideaal beeld te vormen van hoe het leven eruit zou zien als we zouden leven volgens de universele wetmatigheden en de principes van leiderschap die we vanmorgen met elkaar hebben besproken. Een beeld van hoe die universele broederschap er in de praktijk uit zou zien. Bij het opbouwen van dit ideaalbeeld doen we een beroep op ons hogere denken en onze intuïtie. Dit ideaalbeeld kunnen we leidend laten zijn voor ons dagelijks leven. Het is hierbij belangrijk om ons bewust te zijn dat we ons ideaalbeeld niet tot iets statisch maken, maar dat deze altijd aan groei onderhevig is. Om dit ideaalbeeld op te bouwen, kunnen we gebruik maken van verbeeldingskracht. Wij kunnen ons bij alles wat wij denken en doen afvragen of dit wijs is in het licht van de eenheid en verbondenheid van al het leven en voor de ontwikkeling die al het leven doormaakt. We doen een beroep op de leider in onszelf. En door het beantwoorden van onze eigen vragen versterken we ons innerlijk leiderschap. Ook hierbij is het belangrijk dat we beseffen dat de uitkomsten van onze vraagstukken geen vaststaande antwoorden zijn, maar dat ze een beperkte interpretatie zijn van ons lerende deel, die voortdurend kan groeien naarmate we wijzer worden en meer inzicht krijgen in het leven. Als hulpmiddel vragen sommige mensen zich bijvoorbeeld af wat Jezus of de Boeddha zou hebben gedaan in een bepaalde situatie. Een laatste manier die we noemen waarop we ons kunnen afstemmen op ons onvergankelijke deel verloopt via het geweten. Het geweten betreft de verzameling van levenslessen die wij in voorgaande levens hebben geleerd en die we leven na leven meenemen. Als zich een situatie voordoet waarin we geneigd zijn om tegen onze eigen geleerde levenslessen in te gaan en ons beneden onze maat te gedragen, dan zal ons geweten spreken en zal er een oncomfortabel gevoel opkomen dat we iets aan het doen of aan het beslissen zijn dat we eigenlijk niet zouden moeten doen. Waar de intuïtie een grootse visie geeft van hoe iets wel in elkaar zit, spreekt het geweten alleen maar tot je met het antwoord nee. Toch is het geweten erg belangrijk en een groot hulpmiddel als we het hebben over het afstemmen op de leider in onszelf. Je kunt het zien als een signaal en aanmoediging om je af te stemmen op je eigen hoogste ethiek. Als we de situatie nog eens helder bezien voordat we tot actie overgaan en een beroep doen op onze intuïtie, dan zullen we de essentie van de door ons reeds geleerde levenslessen herontdekken en begrijpen waarom het geweten een afwijzend signaal geeft. Het geweten wordt niet voor niets het portaal naar de intuïtie genoemd. We hebben gezien dat er verschillende manieren zijn waarop we aansluiting kunnen vinden bij de leider in onszelf. De mate waarin we hiertoe in staat zijn hangt af van onze ontwikkeling, onze visie en onze gerichtheid. We hebben ook gezien dat door het aansluiten bij de stroom van inspiratie in ons, wij niet alleen innerlijk leiderschap ontvangen, maar dat dit tegelijkertijd ook uitstraalt
en onze medemensen en de hiërarchieën onder ons inspireert. Wij worden dan als het ware uiterlijke leiders voor onze medemensen. Vormgeven aan waar leiderschap buiten jezelf is niet anders dan hoe het innerlijk werkt. Wij moeten er alleen op letten dat onze persoonlijkheid niet in de weg komt te staan, met persoonlijke ideeën en opvattingen. Wij kunnen dus geen ware leider zijn op het moment dat we niet zelf vanuit ons innerlijk leider leven. En ik vraag me af of er op dit moment wel wereldlijke leiders zijn die aan deze eis voldoen. Een waar leider ziet de eenheid, verbondenheid, de hiërarchische opbouw van al het leven en ziet de mensheid en de aarde als één levende, samenwerkende eenheid. Hij ziet de oneindige mogelijkheden van groei, van alle delen van het geheel en zal niets anders doen dan een zo optimaal mogelijke sfeer te scheppen, zodat anderen die innerlijke eigenschappen zelf naar buiten kunnen brengen. Een uiterlijk leider erkent altijd de ware leider in de ander en zal zich hier in het contact op afstemmen. Door zelf te leven vanuit innerlijk leiderschap wordt het innerlijk leiderschap in de ander ontwaakt. De uiterlijke leider zal het lerende deel van de ander inspireren, stimuleren en behulpzaam zijn met kennis en inzicht bij het opbouwen van een grotere visie op het leven. Hij zal de ander aanmoedigen om de leider in zichzelf te leren kennen en zal hem de weg wijzen hoe hij dit kan doen. In zijn begeleiding is de ware leider altijd geduldig, zodat de innerlijke processen onder leiding van het hoger zelf van de ander plaats kunnen vinden. Want pas als de ontwikkeling en het inzicht van binnenuit komen en niet zijn aangenomen of opgelegd, zullen zij blijvend en duurzaam zijn. Het gaat dus om het bevorderen van zelfwerkzaamheid binnen een inspirerende en stimulerende sfeer. Als je werkelijk de eenheid en verbondenheid van al het leven beseft, dan besef je ook de verantwoordelijkheid die wij allemaal hebben. Om niet alleen in onszelf het innerlijk leiderschap te ontwikkelen, maar ook ons uiterlijk leiderschap. Zodat wij onze medemensen kunnen helpen om het innerlijk leiderschap in henzelf te ontwaken. Zodat ook zij op hun beurt zichzelf kunnen leiden en waardevolle en ondersteunende delen kunnen zijn voor het geheel. Patricia heeft ons vanmorgen verteld over het netwerk van mensen die van dit verantwoordelijkheidsbesef doordrongen zijn en samenwerken ten behoeve van de mensheid, voor de ontwikkeling van al het leven. Wij staan nu stil bij hoe deze samenwerking tussen ware leiders eruit ziet. Want het is bijzonder inspirerend en kan een voorbeeld zijn voor ons allen bij onze eigen communicatie en samenwerking. Omdat ware leiders dieper schouwen dan de uiterlijke wereld, zullen zij elkaar snel opmerken. Zij herkennen elkaar door hun mentaliteit en hun verheven manier van leven en zullen graag elkaar ondersteunen en met elkaar samenwerken om het geheel vooruit te helpen. Zij zullen daarbij geven wat zij in waarheid en wijsheid hebben ontwikkeld en openstaan om meer waarheid te ontvangen. Want ook voor ware leiders geldt het dat er verschillende gradaties van ontwikkeling zijn. De samenwerking tussen ware leiders zal altijd vlekkeloos verlopen. Zij gaan immers alle uit van de eenheid en verbondenheid van al het leven en willen bijdragen aan een harmonieuze ontwikkeling van al wat leeft. Door dit uitgangspunt zullen ze nooit principieel met elkaar in conflict komen. Hooguit hebben ze een andere visie over hoe ze iets aanpakken. Maar omdat het doel en het motief hetzelfde is, is het vaak maar tijdelijk en alleen maar heel leerzaam en inspirerend. Een waar leider zal zich altijd laten inspireren door leiders die in wijsheid en inzicht boven hem staan en zal een inspiratiebron zijn voor de leiders die onder hem staan. De communicatie tussen leiders verloopt altijd op basis van consensus. Er zal altijd gezamenlijk gezocht worden naar een zo goed mogelijke oplossing waarbij de universele principes leidend zijn
en het niet uitmaakt van wie een idee afkomstig is. Maar vooral dat iedereen in afstemming met zijn eigen onvergankelijke deel tot de conclusie komt dat dit het best mogelijke is. Dan is het geheel een stap gegroeid. Ware leiders treden niet vaak op de voorgrond en zullen zeker geen posities in de maatschappij innemen waarbij van hen verwacht wordt dat zij anderen opleggen wat ze moeten doen of laten. Zij weten dat dit geen werkelijk leiderschap is, maar dictatuur, waarbij het eigen innerlijk leiderschap van de mensen verder uit het zicht raakt, in plaats van dat het wordt aangemoedigd om van daaruit te leven. Ware leiders werken veelal achter de schermen, ver weg van de georganiseerde machtsstructuren. Zij inspireren in stilte en werken aan mentaliteitsverandering. Maar als de gelegenheid zich voordoet, zullen zij zeker ook hun verantwoordelijkheid nemen om wereldlijke leiders aan het denken te zetten en hun universele gedachtebeelden of ideeën voor te houden. Vaak stond aan de wieg van grote maatschappelijke veranderingen in de wereld inspiratoren die niet of nauwelijks bekend zijn. Een mooi voorbeeld van samenwerking en inspiratie bij leiders die wel bekend zijn geworden en van grote invloed zijn geweest op het wereldgebeuren, is de inspiratie die Gandhi ervoor toen hij de Theosofie en mevrouw Blavatsky ontmoette. En hoe hij zelf op zijn beurt weer een inspiratiebron was voor Nelson Mandela en Martin Luther King, om de moed te hebben om ongeacht de omstandigheden voortdurend vanuit je hoogste visie te leven en je idealen na te streven. Soms hoef je elkaar niet eens persoonlijk te kennen of lang met elkaar op te trekken om een blijvende en diepe indruk te maken en een koerswisseling in iemands leven teweeg te brengen. De vonken van de hogere natuur springen over, ze resoneren en ontwaken de leider in de ander of helpen het lerende deel om moed te hebben en vertrouwen in het innerlijk leiderschap. Zo inspireren en ondersteunen leiders elkaar in hun verschillende werkzaamheden voor de mensheid. Ware leiders zijn dus veelal op de achtergrond actief en helpen en stimuleren. Zo is er wereldwijd een groot samenwerkingsverband van deze leiders die alle schijnbare tegenstellingen zoals geloof en cultuur overstijgen en waarbij samengewerkt wordt zoals de vingers van een hand dat doen. Zij hebben het welzijn en de ontwikkeling van de mensen voortdurend voor ogen en inspireren onophoudelijk zoals de zon voortdurend ten behoeve van al het leven straalt. Het is een prachtig groot beeld om je dit voor te stellen en te zien hoe groot de inspiratiekracht en het bereik is door hun onderlinge verbondenheid en samenwerking. Patricia heeft hier vanmorgen over gesproken als de hiërarchie van wijsheid en mededogen. En hoe ver staan wij nu eigenlijk verwijderd van dit netwerk van leiders? Als wij terugdenken aan de eerste lezing en zien dat alles verbonden is en in het diepste van zijn wezen een eenheid vormt, nee is, dan beseffen wij dat wij ook tot dit netwerk behoren. Alle leiders in alle mensen behoren hiertoe. Alleen bij velen van ons slaapt onze innerlijke leider nog. Door in ons dagelijks leven te leven vanuit het besef van eenheid en verbondenheid en ons te oefenen om alle kleine dagelijkse zaken in dat licht te bezien en daarna te handelen, zullen wij de innerlijke leider in onszelf doen ontwaken en de leidende plaats in onszelf geven die hem van nature toekomt. Wij zullen dan tevens de aandacht trekken van hen die dit ook in hun leven tot ontwikkeling hebben gebracht of dit aan het ontwikkelen zijn. En samen zullen we ons snel verder ontwikkelen en ons zo steeds meer verheffen tot het niveau van een ware leider. Wij zullen beseffen dat de ware leiders om ons heen te vinden zijn, ook soms mensen in onze directe omgeving die we voorheen over het hoofd zagen of niet veel aandacht hebben gegeven. Ware leiders staan altijd klaar om ons te begeleiden en om ons te helpen om anderen te kunnen inspireren. Wij hoeven alleen maar het ware leiderschap in onszelf te ontwikkelen, hen te herkennen
en vanuit het hoogste in onszelf met hen samen te werken. De veelgehoorde vraag hoe wij nu die leiders kunnen krijgen die onze chaotische en gepolariseerde wereld zo hard nodig heeft, is nu ook makkelijk te beantwoorden. Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat de wereld al geleid wordt door de ware leiders. De mensheid is zich hier alleen niet van bewust. Deze leiders vormen voortdurende, inspirerende, beschermende en genezende invloedssfeer voor al wat leeft. Het hangt volledig van ons zelf af of zij ook maatschappelijke posities in zullen nemen, die voor iedereen zichtbaar zijn. Als het ons lukt om een ambiance te creëren waarin een ware leider zijn werk kan doen, dan zou hij niets liever willen dan zijn hardwerkende bestaan op de achtergrond te verruilen voor de voorgrond. Ware leiders zullen overal, waar het maar mogelijk is, mensen trachten te inspireren om de geestelijke kwaliteiten in hen te doen ontwaken, zodat zij op hun beurt weer anderen zullen inspireren om ditzelfde te doen. Zij kunnen echter pas hun natuurlijke plaats als leider innemen als hun wijsheid en leiderschap herkend en erkend wordt en zij een groep medewerkers hebben die gelijkgestemd zijn en met elkaar samenwerken. Daarvoor zullen wij vanuit het geestelijke in onszelf moeten leven en daarmee gezamenlijk de juiste ambiance creëren waarin de ware leiders hun inspirerende functie kunnen vervullen. Dit vereist van ons dienstbaarheid, boven persoonlijkheid en vastberadenheid en moed, om ook bij tegenwind staande te blijven en mee te blijven helpen. Want tegenwind is te verwachten, gezien de huidige mentaliteit van onze wereld. Creëren wij met elkaar die ambiance niet, dan zullen zij hun inspirerende en stimulerende werk voor de mensheid op de achtergrond blijven voortzetten en wachten tot de mensheid in wijsheid is gegroeid en open staat voor wijzere leiders dan waar wij nu voor kiezen. De keuze is dus volledig aan ons. Afsluitend kunnen we zeggen dat ware leiders er overal en altijd zijn. We hoeven ze alleen maar te herkennen en met hen samen te werken. Hiervoor is het nodig dat wij in onszelf de kwaliteiten van waar leiderschap ontwikkelen en de mogelijkheden die we hebben om, als het even niet lukt om vanuit onze leider in onszelf te leven, om weer contact te maken met het innerlijke leider, zodat de inspiratie vanuit ons geestelijke deel weer door kan stromen. Wij moedigen u aan om de juiste houding van een waar leider in u te ontwikkelen en een waar leider te zijn, niet zozeer voor uzelf, maar om uw medemensen te helpen om ook in overeenstemming met hun eigen innerlijk leiderschap te leven. Als wij oog krijgen voor waar leiderschap, dan zien wij dat zich dagelijks situaties voordoen waarin we dit kunnen bevorderen. Ware leiders staan altijd klaar om ons hierbij te ondersteunen en te helpen. En als wij dit willen en onszelf geschikt maken door vanuit onze innerlijke leider te leven, dan worden wij met open armen ontvangen als medewerkers van die loge van wijsheid en mededogen. Want innerlijk leiderschap, samenwerking en mededogen vormen de innerlijke structuur en grondtoon van het universum. Dank u wel voor uw aandacht.